De Rollenwaai, dat is het grootste drama wat uw gemeente de laatste 24 hier, dat is nog een groter drama dan die hele ecologische hoofdstructuur. Balk wordt wel helemaal volbouwd en daar kan maar net een aansluiting op die dijk komen. Wanneer zal dat, nou ben je maar weer ontbouwen, mijn nieuwe wenningen hebben gekregen, ja, dus je hebt de eerste pijl online. Er zullen net eerder nieuwe wenningen komen dan dat die dijk clear is. Nou, dan moet je wel heel hut om die dijk aan te lezen. Ja, nou ja, dat is misschien wel een van de dossiers. Dat net jou niet in het begin van vragen van wat troffen jou om. Nou ja, dat is een van die dossiers. En er is in het verliezen, ik dacht over Lierlin, Twaierlin, maar Fasie dat bestemmingsplan uiteenzet. En ja, dan toch blikken dat net helemaal goed in elkaar zit en dat er net helemaal goed naar schoen is. Dus dat is doet toch het college waar we omlutsen. Ja, en dan mag je eens van voren naar voren beginnen. Nou, dat hebben we ondertussen dingen. Alle onderzoeken die hebben plaatsgevonden. En wij zullen begin 2011 die bestemmingsplanprocedure op een ei opstarten. Nou ben wij zo'n 30 jaar ongeveer verder. En nou hij hoort over het opstarten van een bestemmingsplanprocedure. Nou ja, je moet ergens beginnen. Nee, maar ik zeg vanzelfs, ik wil de ontsluiting van Balk, hoe die er heen leidt. En dat is, en dan druk ik mee wat zij heeft uit, dat is lang net ideaal. Dat is dramatisch weer. Nou ja, goed, daar ben je over. Sjoeg eens naar de Lorburden, sjoeg eens naar de Lienbaan, sjoeg eens naar de Lutswal. Nee, maar je moet er natuurlijk wel reëel blijven van wat is dramatisch. Als ik hier naar Balk in kom en jongens uitreed, nou dan heb ik misschien wel eens even wat hinder. Maar, en dat kost het me een paar minuten, maar het is net dramatisch. Het is lang net ideaal en het moet al je aan de ene kant van Balk. Je moet elke keer weer over de Luts, over die bregen, terug het dorp, terug de wijnbuurten. Nou, dat kan een ooit beter. Het lijkt ik wel dat er alles ondient is om het maar zo min mogelijk te krijgen. Want nu is er op het Gaarkemerstrut is in je richting verkeerde kant uit online. Wanneer zal dat nou eindelijk omdraaid worden trouwens? Nou ja, we hebben het besluit om Gaarkemerstrut weer in twee richtingsverkeer van te maken. Nou, dat moet dan net zo moeilijk wezen. Nou nee, maar Als we er nog in herinneren, dan hebben we dat boot er even bij. Ja, maar dan weet je ook wel waar wij het zien komen, en dat ben de bewoners en de ondernemers van dat pad van de Gaarkemerstrut. Ja, maar het algemeen belang, dat is toch wichtiger dan tuurlijk, die ondernemers. Tuurlijk, dat kennen wij wel vinden, maar wij kennen de ondernemers en de bewoners net het recht ontzezen, en gelukkig maar, dat men in bezwaar en in beroep kan. Nou ja, en dat ben nou een keer de wettelijke procedures en die maaien terug. En ik begreep best dat er mensen binnen die zeggen van, ja, maar scoor dat boer er nou waai en dan is het regelen. Maar dan weet ik dat ik over een moment van de rechter steen. En dan weet ik wel wat de rechter zei. Zei van, bonne, maar je hebt de procedures net goed aanwikkelen. Waarom draai je die boel? Nou, dan draai je dat weer waarom. En dat kind dan zie je alle deuren en saniteit. Dan is het bestemmingsplan nou ja, maar, van maar de goed, wij binnen nou zover. We hebben de goede procedure daar volgen. Er binnen drie mensen die hebben die hebben een zienswijze in het zin. Nou, die willen beantwoorden. En dan kan wat mij onbelangend kan de boel iepen. Nou ja, dat is dan een heel iets maar dat is in feite maar een nee-oplossing. En ik vind dus dat die verbindingswaaier komen maat. Maar ja, we hebben natuurlijk wel een paar stapen dingen. De groen is in principe beschikbaar. Het yield is beschikbaar. Nou heb je de onderzoeken al die dingen. En nou moet die procedure op een ei opstarten worden. Maar ik ken jou ook wel op een briefje aan dat er een tal mensen bezweer zijn maatjes. En het mist mij net dat dat gaat
om de Raad van State te. Ja, het had al eerder bij de Raad van State geweest en toen is het bestemmingsplan, ja, dat is goedkeurd, maar uitzondering van de dijk die er over dat stuk groen heen moest. Een van de punten was dat er het nut en de noodzaak voor het verkeer net aantoond waren. Ik kan me toch net voorstellen, een bank in Sjen dat er een dijk lezen moet. Hoe is het nou mogelijk dat er een bestemmingsplan ligt waarbij het net duidelijk is dat er nut en noodzaak is voor die Ronewaai? Nou ja, dan gaat het zelfs om het tal verkeersbewegings wat er wat je het aan moet hebben. Nou, daar is, dacht ik, in januari, februari, van dat hier in een nieuwe telling maken. Trog een verkeerskundig bureau is onderzoek naar dingen. Nou, en dat moet nou de bouwstingen wijzen om te rechtvaardigen dat die verbindingsdijk er komt. En je hebt gelijk, had je zegt van ja, je bent nou aan het uitwrijzen met balk aan die kant, aan de zuidkant, met de Griene Wal, met Havendikken, daar komen misschien wel een 100 huizen bij. Nou, dat loopt ik meer verkeer aan. Dus er is alle reden, denk ik, om die verbindingswaai aan te lezen, om balk aan die kant ik goed te ontsluiten. En dan krijg ik een volle evenwichtiger. Ja, je zei ze balk aan die kant te ontsluiten, maar balk is helemaal aan geen enkele kant te ontsluiten. Ja, de Wilhelminastrutte dan. Ja. Voor de mensen die naar Snits willen en die toevallig aan de andere kant van de Luts lezen. Nee, maar als die verbindingsdijk in één keer light, dan heb je een volle evenwichtiger verdeling van het verkeer. En dat ontlast natuurlijk ik de noordkant van balk, door de Wilhelminastraat en de Laardboeren en neem het maar op. En de Geikemastraat, denk ik, heel belangrijk. Ja, want hoe dan ik heel balk zuid, dat moet dan een keer zo'n brechtje bij de Lutsoer om een keer aan de noordkant en aan de snitskant balk uit te komen. Ja. Dus ja. Een bank in Sjen, dat er aan de andere kant mist een die gewoon. Ja, nee, maar en het is een prachtige klapbrege, de Teenstrebrege heb je dan hoor, en die moet er vooral ik lezen blijven, maar het is... Ja, als je het verkeerstechnisch bezorgd is, haast een onmogelijke situatie. Wat je daar ik doe, hè, en dat heeft natuurlijk alles te krijgen met de ontwikkeling van het autoverkeer, wat in de laatste 50 jaar geweldig toenomen is. Maar je kunt net een ingreep dwan der onderluts, want dan zong je het hele karakter van balk. Versteuren. Nou, dat mag ik net wel. Nee, dat moet gewoon een Ronewaai komen. Juist. Nou, daar ben we hier. Stel je voor dat alles normaal zit en alle procedures die gaan als het spoor en alles gaat naar de goede kant van de gemeente daar. Wanneer laat die dikte dan? Nou, ik zie dus een gemeente die wordt in januari 2013 gaat die op in de gemeente de Friese Marren. Het heet nou nog de Friese Meren, maar ik vind dat Friese Marren worden maat altijd die namen wordt. Maar ik hoop dat hij er dan loopt. In de gemeente Gastelumsleert komt die dik nog. Ik doe het net 100% te beloven, maar ik doe er al mijn best voor.